Nog twee kanten hierna. En nu hebben we huisarrest. Ik ben zo blij. Ik moet jullie echt wat vertellen. En het is echt wel erg. Het is zaterdagochtend en ik heb de tafel net al gescheurd en afgedaan. Die is nu even droog aan het worden. Dan ga ik die zo weer in kant spuiten en ik heb heel lekker bananenbrood van Kitty. Gisteren voor ons meegenomen als ontbijt, dus het is makkelijk. Dus... Mag ik haar? Wil jij ook bananenbrood? Ja, wil jij voor mij. Zal ik op een bordje doen voor jou? Ja. Is wel lekker, hij is echt lekker trouwens. Ja, het is wel even makkelijk om te ontbijten zo. Ik pak ook een bordje voor jou. Kom ik het brengen? Zij is een spelletje aan het spelen. En als de tafel zo droog is, dan ga ik weer een kant spuiten. En dan hoef ik alleen nog één zijkant en de half bovenkant. En, dan, en die plekjes natuurlijk in de bovenkant die toch een beetje waar gaan lekken. Dus nog twee kanten hierna. De tafel staat helemaal in de verf. In ieder geval het stuk wat ik ging doen. Twee lagen, dus dat is gedroogd. Daarna ben ik gaan douchen. En even mijn sieraden in. Dit zijn weer die oorbellen die ik met dat kettingje voor mijn trouwdag heb gekregen. Ik vind het wel heel leuk. En ik heb natuurlijk die andere zilveren, die kleine ringetjes. En die vind ik er elke keer wel heel leuk bij staan. Even kijken. Dat zijn die oorbelletjes waarvan ik dacht... ik had ze niet opgegeven als gestolen. Dat heb ik nagekeken. Maar daarna kon ik ze niet meer vinden. Dus dan dacht ik, waar zijn ze nou toch gestolen? Maar ik had zoiets, ja, ze waren niet super duur. Dus om daar nou heel dat gedoe bij de verzekering, dat ga ik ook niet doen. Maar toen waren ze dus ergens tussen gekomen. Maar ze zijn zo verschrikkelijk klein dat je dat dus niet zag. Toen zocht ik iets anders, geloof ik iets verzellen. Maar die heb ik dus in ieder geval weer. En dat vind ik echt heel fijn, want ik vind het heel moeilijk om echt van die minis te vinden. Vaak vind ik kleine oorbellen nog gewoon dubbel zo groot als dat ik wil. En ik wilde echt minis. Oh, is mijn ketting nou weg, maar die zat weer onder de vulling in het doosje. Ik ben benieuwd. Mijn nagels zijn iets korter. Kijken of ik mijn ketting nu omkrijg. Het is aan mijn handen, ik weet niet of je het zo ziet. Zij is zo droog. Omdat ik elke keer doe schuren en verven en dan weer wassen en schoonmaken en zo. Dus echt, mijn handen zien er niet uit. Dus ik had ze gisteren ook al goed ingesmeerd voordat ik ging slapen. Maar ja, dan doe je het gelijk weer en zijn ze weer zo droog. Dus ik gooi er daar nog wel even een dikke laag handcrème op. Maar of het echt gaat werken, dat weet ik niet. Zo stom, ik was altijd zo goed in kettingjes zelf. Noem maar. De laatste tijd lijkt dat elke keer niet te lukken. Oh, als ik het nou andersom doe. Kijk, hij moet zo. Kijk of het me zo lukt. Oh, het werkt allemaal niet mee. Zo, dan heeft hij een stuk meer lengte. Kom op. Ik kan het ook net niet zien. Hij zit. Zo. Oké, en wat heb ik aan vandaag? Dat is deze trui van Warehouse. Die vind ik echt verschrikkelijk leuk elke keer. Broek van Partout en Guess Sneaker Wedges. En nu hebben we huisarrest. Want de kast die niet goed was, die wordt eindelijk opgehaald. Het was elke keer heel lastig, want je moet gewoon de hele dag reserveren ervoor. En dat gaat niet elke dag. Dus vandaag lukt dat. En als die opgehaald is, dan gaan we even naar mijn ouders. Zij is Pokémon aan het spelen. En ik heb iets nodig. Een grow light.
Ja, en ik weet nu iets leuks over met Pokémon. En Sarah weet nog niet. Dus ik heb er iets te doen gegeven in het spel. En dan komt ze er dadelijk achter waarom dat is. Maar dan moet je eerst je taakje gedaan hebben, hè? Wat ik zei. Ja, ik moet je moest er 6 hebben van mij en je hebt er nu... 3, hè, daarvan. Ja, maar... Nee, van de Oddish. Daar heb je er 3 van, toch? Ja. Ja, en die andere moest je er 1 en van de andere 2. Dus dat is 6 in totaal en je hebt er 3. Je moest... Nee, ik moest 3 Oddish. 3 Oddish? 2 Sandshrews en 1 Growlithe. Ik heb al een Growlithe. En die eerste... Oh, die heb je al extra gevangen ook? Nee, ik had er al 1. Al 1 dubbel? Nee, ik had er al 1. Ja, maar je moet er 1 dubbel hebben, schat. Ik moet er dus 2 hebben. Nu. Ja, dat wat je extra moest vangen. Snap je dat? Ja. Pakket is opgehaald. Ik ben zo blij. Want ja, het was echt zo'n groot zware staande weg. Wat doe jij? Oh, je wil graag voorin. Mama, mag ik voorin zitten misschien? Ja, dat kijk, mag. Kijk, dat is die mevrouw met die vlinderbenen. Ja, die heeft allemaal vlindertatoeages. Ja, dat vind ik echt cool. Ja. Ik ga dat later ook doen. Oh, dan weet ik niet hoe cool ik dat vind. Ik vind de tatoeage op zich wel cool. Maar als jij je benen vol tatoeëert... Dan moet ik even over nadenken wat ik ervan vind. We gaan nu naar moeder. Ik heb achter ook een grote tas, want ik had een pakket voor mijn moeder besteld toen ze weg was. En die gaat dus ook gelijk weg. En dan weg. En als we bij mijn moeder zijn geweest, dan gaan we nog even boodschappen doen. En er moeten ook dingen uit het pakket geretourneerd worden. Dus dat moet ik dan ook gelijk. En we hebben een zebrapad geregeld. En dat staat er. Dat was in de vlog van gisteren. Ja. En dan zie je hem. Word je weer helemaal blij ervan, hè? En de wegen zijn helemaal belijnd weer. Ja, er zijn ook heel veel zelfs. Ja, het is wel soms echt beter geworden. Dus daar ben ik wel blij mee. We zijn weer thuis. En iets later dan verwacht ook. Soms dan zet ik hem goed. Maar op het moment dat ik hem aanzet, kropt hij mijn beeld nog iets verder. Dus dan val ik er daarna af. Het duurde allemaal iets langer dan gepland. Dus het lijkt nu heel snel van koken. Maar zelfs ben ik blij, want... mijn ouders hebben dat spel ook. En toen kon ze Pokémon ruilen. Daarom moest ze net Pokémon voor me vangen. En die zijn dus weer niet in haar spel. Dus het kind is helemaal dolgelukkig. Toen hebben we boodschap gedaan. En ik wilde die pakketten gelijk wegbrengen. Maar ze was een beetje traag met weggaan. Een beetje heel erg. Dus toen was het denk ik al dicht. Dus ja, nu liggen ze in mijn auto nog. Daar baal ik een beetje van. Maar goed, dan... maandag moet ik daar toch weer zijn. Ook voor de inkopen vast voor haar kinderfeestje. En nu snel boontjes aanbreken. Ik haat dat. Ik heb nu zo'n zak. Ik haal het liefst losse bonen. Want ik vind altijd dat er heel veel slechte in die zakken zitten. En ik haat slechte plekken. Ze krom zijn of zo, dat interesseert me niks. Maar slechte plekken. Sarah heeft net Mario Kart gekregen als souvenirtje. En ja, tot 2. Ja. Ze vroeg of ik het een stukje voor wilde doen. Maar ik speelde het vroeger best wel vaak. Dus het zijn nieuwe banen. Maar ik ken het spel nog best wel goed. Dus ga je nu zelf spelen of moet ik nog zo spelen? Wat kies je? Je wil zelf weer? Goed zo, dan moet je wel naar jouw account gaan, hè? Ja, andere speler. Hij is leuk, hè? Ja. Ja, ik weet het. Ze is er helemaal blij mee. En je hebt nou al die dingen, die trucjes geleerd, hè? Want ik heb je gelijk alle trucjes verteld. Ja, als je zo doet, ga je kan je zo doen. In één sprong, ja. En dan krijg je een turbootje. En je weet nu hoe je wapentjes allemaal kan gebruiken. Ja. Het was wel handig, want door het te spelen en uit te leggen wat ik deed, weten ze nu ook heel veel trucjes die ik gewoon nog weet van vroeger. Eén trucje werkte niet meer, maar de rest van de trucjes wel. Dus dat scheelde wel enorm. Oh, dat schudden was volgens mij bij bepaalde wapens. Als er bepaalde wapens komen, moet je proberen te schudden. Maar ik weet niet, misschien doet deze versie dat niet, hoor. Dat kan ook. Ja. Je moet wel op één speler doen. Want de andere is dus als je meer joysticks hebt met mensen. Ja. Nou, geniet nog even. Je mag één tournamentje voor je naar bed gaat, oké? Ja, ik ga baby Dash doen. Die zijn leuk, hè, die baby's. Ja, en het poppetje maakt ook uit welke wapentjes je krijgt, hè? Dat weet je. Ja. En niet verwacht dat je hetzelfde speelt als mama, want mama kent het spel gewoon heel goed, hè, Mop?
Ja. Mama kent gewoon de trucjes, daarom win ik alles gelijk. Maar jij speelt het hele spel voor het eerst. Ja. Ja. Ik heb Sarah op bed gelegd en mijn computer is beelden aan het inladen, in ieder geval nog aan het verwerken en een vlog die ik al geëdit had aan het renderen. Dus ik ben aan Mario Kart. Ik vind het zo leuk. Ik heb het zo lang niet gespeeld. En ik wist zomaar nog hoe het werkte. Ik dacht, als ik hem aanzet, wordt helemaal niks. Maar echt, binnen de eerste race had ik het al helemaal door. Hè? En ik wist het tot nu toe allemaal. Dus... Maar vroeger was ik ook best wel goed in het spel. Dus ik zei niet dat ik een sterspeler ben. Maar ja, ik kon het nog best wel redelijk spelen. Dus het is zo leuk. Ik moet jullie echt wat vertellen. En het is echt wel erg. Maar ik heb gewoon echt heel de avond alleen maar Mario Kart zitten spelen. En het is echt al 11:45. Dus ik ga snel de tafel schuren en spuiten. Oh, want ik wil het niet te laat maken, want dan ben ik weer helemaal uit mijn ritme. Maar ik vind het zo leuk om het nu weer te spelen. Echt. Ik heb de laatste laag op de tafel, wat je natuurlijk weer niet ziet. Maar goed, de deur staat open, dus ik moet heel verplicht nog even verder Mario Karten. Zodat de lucht, zeg maar, van het spuiten uit de woonkamer kan. En nu hoef ik echt alleen nog dit morgen, deze helemaal. En hier de druipjes even wegscheuren en die stukjes opnieuw. En dan ben ik klaar, eindelijk. En nu ben ik moe en ga ik naar mijn bedje toe. Dat ruimt. Heel flauw. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je namelijk morgen gewoon weer.